Lieve GroenLinksers, hallo. Dit voelt een beetje surreëel. Dit is mijn eerste GroenLinks-congres. En daar bedoel ik echt mee, mijn allereerste GroenLinks-congres. En dan ga ik op de allereerste keer gelijk als wethouder van Amsterdam hier staan. En dan ook nog speechen. Ik lijk wel gek. En toch voelt het goed. En hoewel ik een beetje een soort new kid on the block ben, ken ik jullie althans, jullie politieke idealen, al heel erg lang. En dit voelt daarom ook als politiek thuiskomen. Ik wil jullie danken voor de gastvrijheid. Maar extra mooi is dat ik hier sta aan het einde van een bijzondere week in Amsterdam. Deze week stemde de Amsterdamse gemeenteraad in met een klimaatfonds van 150 miljoen euro. Marieke van der Marieke van Doornik, waar zit je? Zij zei, in plaats van mensen bang te maken, hebben we geld vrijgemaakt om Amsterdammers mee te laten doen in de energietransitie. En in plaats van onze ogen te sluiten, vangen we per 1 maart ongedocumenteerden op en geven we ze perspectief, 24 uur opvang. Een belangrijke verkiezingsbelofte die Rutger Grootwassink binnen een jaar heeft weten te regelen. Hij bedacht het plan, de VVD-secretaris betaalt het. En gisteren kopte onze plaatselijke krant, waar ik persoonlijk heel erg blij mee ben, einde aan flexwerk. Gemeente Amsterdam wil meer mensen in vaste dienst. Niet gek toch, zo'n weekje. Lieve partijgenoten, ik ben Touria Meliani, geboren in Debdou in Marokko. Ik ben daar opgegroeid op mijn 6e en daarna verhuisd naar een dorp in de Achterhoek. In een gezin met een alleenstaande moeder met 6 kinderen. Mijn vader ging terug naar Marokko en mijn moeder bleef hier met ons. Ik heb al van jongs af aan geleerd dat mijn aanwezigheid niet altijd vanzelfsprekend werd gevonden. Dat ervaar ik tot de dag van vandaag. Ik koos om te werken in de kunst en cultuur omdat mijn zus naar de kunstacademie wilde. Ze had ervoor gevochten. En door haar ging ik naar tentoonstellingen. Een eigen plek in huis was er niet. Wel was er een bibliotheek in het dorp waar mijn zussen uren gingen zitten lezen, ik niet. Ik liep er graag rond, maar ik moest er wel stil zijn. Mijn achtergrond en ervaring deel ik met heel veel jonge Amsterdammers. Ik heb er mijn werk van gemaakt om kunst mogelijk te maken voor andere kinderen. Voor jonge creatieve makers uit verschillende wijken. En de onderwerpen, het kanon, het repertoire, dat bepaalden ze zelf wel. Ik ben in de kunst en cultuur gaan werken omdat ik weet dat er heel veel kinderen zijn die geen kaartje kunnen betalen voor een evenement. Ik ben dit werk gaan doen omdat ik wist dat er heel veel werelden zijn die elkaar nooit zouden ontmoeten. En dat er werelden zijn waarvan mensen van elkaar de geschiedenis niet kenden. Ik wilde een plek bouwen waar iedereen zich thuis zou voelen. Een plek die de stad Amsterdam weerspiegelt. Maar er was één ding wat ik nooit deed. En dat was praten als directeur van het cultuurpodium. Dat was praten over mijn culturele identiteit. Mijn eigen culturele identiteit. Omdat ik niet wenste te worden aangesproken tot dat ene deel van mij. Niet nodig, zei ik. Maar de echte reden vertelde ik niet. Het was namelijk dat ik mij niet veilig voelde. De opmerking die volgde van mensen was vaak, je bent onzichtbaar. Totdat ik interviews deed die gingen over mijn culturele identiteit. En daarmee stelde ik mensen gerust. Ze konden me weer plaatsen. Er zijn mensen
die als een vrouw, als mij zien, automatisch denken aan de emancipatie van migrantenvrouwen. Mensen zien mij als een rolmodel van migranten in een achterstandspositie. En mensen die opmerkingen maken zoals, kijk die Touria eens. In Nederland kun je het verschoppen, waar je ook vandaan komt. En er zijn nog steeds mensen die denken dat als ik het woord neem, stiekem zitten te wachten op een verhaal over het overwinnen van tegenslagen, over migratie, over armoede, over racisme en seksisme. En misschien zitten hier ook mensen die dat zo in de zaal. En ik begrijp ook wel dat mensen daarop zitten te wachten. Maar laten we wel wezen, het is ook niet heel erg normaal om zonder enig politieke ervaring ineens wethouder van Amsterdam te worden. Maar ik moet ook dit zeggen. Het is slechts één deel van het verhaal, één stukje van mij. Het andere deel van het verhaal, namelijk dat er veel meer vrouwen zijn als ik, die alles kunnen wat ik kan, maar veel meer nog. Die alles kunnen wat onze andere wethouders, burgemeesters en politici kunnen. Die alle kwaliteiten bezitten die nodig zijn, maar die niet aan tafel zitten. Niet in de politiek, niet in de media, niet in het onderwijs, niet in de zorg, niet in de kunst en cultuur, niet in de rechtspraak en ga zo maar door. Het kan jullie niet ontgaan zijn dat die mensen nu overal kloppen aan deuren. En dan is het belangrijk ze niet alleen maar te vragen om hun denkwijze of om inspiratie op te doen, maar laat ze binnenkomen. Ze willen meepraten. Ze willen meebeslissen. Het gaat om de plek aan tafel. Ze eisen een plek aan tafel. Net als GroenLinks. Lieve partijgenoten, net als GroenLinks. Wij zijn de partij van de outsiders die naar binnen willen. Omdat we ideeën hebben, ideeën voor verandering. Radicale verandering. Wij GroenLinksers kloppen net als veel minderheden. Net als mensen met schulden. Net als mensen die ziek zijn. Net als mensen die zorgen hebben over het klimaat aan de deur van de macht. Omdat we het anders willen doen. Eerlijker, beter, toekomstgerichter. En dan ga ik het toch nog over identiteit hebben. Want ik geloof dat je moet weten wie je bent en wat je wil. Dat is het hart van politiek. En daarom doe ik dit werk. Wij GroenLinksers weten wie we zijn. Wij weten wat we willen voor Amsterdam, voor Nederland, voor de wereld. Dames en heren, ik ben Touria Meliani. Aangenaam.